Arnhem tot Rotterdam, dan vind ik het helemaal tof. Het is een bewegingssensor. Dat meet dus mijn bewegingen, voetstappen, hartslag. Maar ik vergeet ook vaak dat ik denk van, goh, ik heb zoveel stappen gemaakt. We zien hier live hoeveel zij beweegt per dag. Het is altijd één dag. En je ziet bijvoorbeeld dat ze hier een dag veel meer heeft bewogen. Toen heeft ze heel veel gewandeld, zei ze tegen ons. En we gebruiken het om te kijken of iemand daadwerkelijk meer beweegt door het programma. Met name die mensen die van tevoren niet veel bewogen hebben. Als die gaan bewegen, dan zien we bijna altijd dat die bloeddruk normaliseert. Oké, camera lopen. En we maken gewoon de hele leuke reacties. Bijvoorbeeld van een mevrouw die een nieuwe knie heeft gekregen en die nou een nieuwe heup heeft gekregen. Maar vanwege de coronacrisis niet kon behandeld worden door haar fysiotherapeut. Die heeft ons programma meegedaan en die is nu verder in de revalidatie omdat ze 7 dagen per week fysiotherapie kreeg. En ja, ze gaat hartstikke goed en dat is niet één mail wat we zo krijgen. We krijgen echt tientallen mails met dat ze na een week of 3, 4 merken dat ze enorm vooruit zijn gegaan in hun conditie. En makkelijker de trap oplopen, niet meer de leuningen nodig hebben als ze van de stoel opstaan. En ja, dat is echt geweldig. Als je veel gezeten hebt, dan nou moet ik weer bewegen. Dus dan het is... Zijde. Knietjes. Nou, de provincie vindt het heel belangrijk, want dat is een van hun speerpunten om bewegen, voeding en dergelijke. En ze willen ook kijken op termijn waar wij passen in hun programma. Dus dat hebben ze wel toegezegd om daarna te kijken. Maar zij zitten in een oriënterende fase en wij zitten in een uitvoerende fase. En daar vinden we elkaar nog op dit moment helaas nog niet. Jij wilt gewoon op dit ogenblik groen licht. Ja, ik kan de tv niet de pauze zetten. Ik wil door. Dus vandaar dat wij echt gas in het geven en ook andere fondsen zijn aan het schrijven. Andere investeerders aan zijn het schrijven. Maar op dit moment heeft nog niemand groen licht. Dus hebben wij gezegd als Fysiotherapie Earnings. Wij doen het gewoon zelf bekostigen en werken als vrijwilligers. Oké, netjes. Gaan we naar het dansje, maar een klein beetje ruimte. Wat Erik net uitlegde vandaag, die buikspieroefeningen aan ademhaling. En ook waar je dan op moet letten. En dat heb ik wel geleerd, want ik merk dat ik met de oefeningen nu inderdaad eerst navel in, echt op die specifieke onderdelen let. Wat je normaal doet van beweging, maar je let er niet op. En dat heb ik geleerd en dat wordt steeds makkelijker. En dan gaan we met het hoofdprogramma van het yogaprogramma beginnen. En we beginnen eventjes met een tenenstand. Gaan we dadelijk draaien. Ik doe eerst even de oefening voor. Ik ben ervan overtuigd dat het kosten gaat besparen. Ik zou niet durven te vragen, 4 ton, als ik niet wist dat we een paar miljoen konden besparen. En dat is echt zo. Maar gezondheidskosten natuurlijk, want die mensen die worden gezonder. Dat is nu al uit de data van het team, is het zelfs al te halen dat we zoveel ziektewensen willen halen, dat het een kostbesparing is. Het gaat geen geld kosten, het gaat winst maken. Het gaat goed. Is het even? Het evenwicht moet ik inderdaad. Ik heb niet gezien hoe die de been staat. Dat is een beetje...